deze hele avond zelf bepalen. Yeah! Dit was volgens mij niet zo'n heel goed idee, maar goed. Zo jongens, daar gaan we dan. Let's go, gewoon ijsje halen. Wil je dat papa gaat kotsen? Ja. Zij mogen helemaal zelf deze avond indelen. Er komen vanavond geen regels. Ik ben heel erg benieuwd wat voor avond ons te wachten staat. Hallo daar jongens. Wacht even eventjes op de tractor aan het rijden. Tractor versus boodschappenkar. Wie gaat ze winnen? Wie is sterker? Wow, 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 Bias. Oké, dat gaat half goed. We zijn aangekomen bij McLacop. Wauw, kijk eens even aan. We hebben een heerlijk menu'tje hier zo. Hier is het eten. We hebben fastfood. Heb jij hier gewoon een disco hier zo? Ja, en hier nog dingen. Oh, een magnetron. Maar deze is kapot. Dat ziet er gezellig uit. Hey jongens. Ja? Even een vraagje. Hebben jullie zin in een lang opblijfavondje? Ja! Maar pizza. Wil je pizza? Ja, dan vandaag eten. Oké, want ik wou zeggen, jullie mogen deze hele avond zelf bepalen. Ja! Supermarkt? Ja! Oh. Ja! Wij zijn boodschappen! Oké, boodschappen, supermarkt, pizza. Ik hoor al heel veel dingen. Ik denk dat het tijd is. Gewoon eens mee naar de supermarkt. Ben je die mee? Ja. Wie is mee naar de supermarkt? Oké, die gaat ook mee. Nou, schoenen aan en gaan met die banaan. Oké, twee boodschappenkarretjes bij onze eigen. Ila heeft er ook eentje. Nou jongens, ik wou zeggen, wij volgen jullie, maar dat wordt een snelle loop. Oké. Dit was volgens mij niet zo'n heel goed idee, maar goed, we gaan eens even kijken. Ze gaan snel. Ze gaan echt super hard, ik weet het niet. Ja, het kan maar één afdeling zijn trouwens. Groenteafdeling. Snoepafdeling. Waar zijn ze? Hi! Oh, Mias blijft wel hier. Wacht even, drie kinderen moeten ons opsplitsen. Ik ga die kant op. Hoe ga ik Mias volgen? Mias, je broers zijn al bij de lekkere afdeling hoor. Mama? Ja, mama is hier. Wat wil jij? Oh, jij wil er weer uit. Geen uitgang, Bias. Kom, we gaan naar je broers. Oké, broers gevonden. Oh, Bias gaat ook. Welke? Oh. Oh, je moet hem erin opbellen. Zij hebben trouwens een adventskalender voor chocola. Bella heeft een lekkere Doritos. Zijn we klaar? Ja. Mama, kijk, allemaal snoepen. Oh, snoep. We moeten naar de snoepafdeling. Oké, hier zo. Oh, Esra. Hij geeft weer terug. Oh, oké. Chaos. Die gaat eruit. Hij heeft een bak snoep. Ina heeft marshmallows. We gaan voor toffee chocola. Ja joh, lekker. Oh, die sowieso die. Of niet? Ja. Ja, dat wist ik wel. Wat gaat Mias hier pakken? Gaat Mias hier pakken? Wat heb jij nou weer gepakt? Extra puur. Extra intens. Jij lust niet eens chocola. Nee, extra puur. Hij lust geen chocola. Laat ze extra puur. Gewoon de stiekem weg. Hij heeft toch niks door. Jij hebt niks door. Ja. We hebben niet gezegd dat ze mogen shoppen wat ze willen. Nee, oké, we gaan ingrijpen nu. Jongens, jullie mogen wat lekkers uitkiezen, maar er zijn grenzen. Die hele man zit vol. Limit, hij zit helemaal vol. Wat is zij aan het doen? Wat is dat? Energy drink? Wij gaan nog niet aan de energy drink. Ja, lief van Cindy. Voor ons? Oh, oké. Ja. Nou, lief, dank je. Oké, hele tas vol met snacks. Check. Alleen gaan we niet naar huis. Wat vertel eens, waar wouden jullie naartoe? Naar McDonald's. Daar gaan we ijsje. Oh jongens, daar gaan we dan. Let's go, gewoon ijsje halen. Zo, dan wordt het Nederlands. Wat wordt het? McFlurry of een normale klein ijsje? Zo, twee stuks, drie stuks. Oké, ijsjes! Ijsjes! Eli, alsjeblieft. En voor wie is die? Die delen wij samen. En Bias. Ga eens even kijken of die een hapje lust eigenlijk. Hij zegt de hele tijd ijs. Hij gaat ijs, maar eet nooit. Ga even kijken of die een hapje gaat eten.
in de auto. Ijs. Hij vraagt altijd om ijs, maar eet het niet. Hij eet het niet. Nee. Oh, hij is al bijna op. We hebben dus, zoals jullie net zagen, McFlurry M&M's genomen. Zonder saus. Die nemen we eigenlijk altijd. Ik ben wel benieuwd wat jullie favoriete McFlurry combinatie is. Maar deze, wij nemen het al jaren. Altijd. Ja. Ik heb die andere geprobeerd. Vond je die lekker? Maar dit blijft goed. Dit blijft echt, bro, onze favoriet. Oké, we zijn weer thuis en dit hebben ze uiteindelijk allemaal gekocht. Ook echt letterlijk alleen maar lekker naar je. Alleen dit, random opeens een pak water, die Pia is uiteindelijk gekozen. En dit. Die moet papa drinken. Monster Energy Juice. Dat is papa drinkt nooit energy. Dat gaat papa kosten. Oh, ik zou alleen gewoon misselijk voor energy drinken. Dit is gewoon zo smerig. Maar Eli. Wil mama. Eli. Jij. Eli, wil je dat papa gaat kotsen? Ja. Nee. Wat een liefde tussen jullie zeg. Oké, drink. Dit is zo goor. Ruik één keer. Ruik dan. Oh, Peter, een leuk plekje voor jou hier. Bij de disco. Papa, mag in de disco drinken hier. Lekker jouw avondje uit. Oké. Oké, jongens, we gaan heel hoog. Kijk, iedereen hier zo mee. Mimi drinken. Oké. Mimi had de energy drink. Nee. 3, 2. Hé, hey? Kijk, daar is het steeds pak. Ik wil echt graag dat jij gaat kotsen volgens mij. Kijk hoe die gaat. Ga tikken. Als ik vanavond tot midden en dag wakker blijf, is goed. Opklikken, alle pakken op te gaan. Optrekken, anders moet je op de gang. Nog meer. Mooi water. Ik ga wel naar de gang. Ja, even time-out. Doei. Zo, wat gaan wij nu doen? Ik ga voor hem lekker water pakken. Water pakken, wat? Oh, hij is wel lief. Hoe lang moet ik op gang blijven? Oké, Eli, wat gaan we nu doen? We gaan naar de disco. Tijd voor disco? Ja. Oké, de lichten staan aan. En de disco kan beginnen. Waar zijn jullie? Onderbreking van het feestje, wat kijk eens even wat er is binnengekomen. Kijk eens eventjes. Niet één, pizza. Maar twee pizza's. Pizza, en wie houdt er van pizza? Besteld? Ja. Eli. Nou, alsjeblieft, Bibi, Mias. Eli. Zo. Zo, Mias heeft zijn doos. Wat ga je ermee doen? Wat gaat hij ermee doen? Oh, pas op dat hij niet gaat vallen. Dat zou ik echt heel erg vinden. Oké, ja. Oh, ga voor zitten. Ga hier zo binnen in de woonkamer zitten. Hier, maak je hem open hier. Oh, lekker. Yes. Eli. Oh, lekker. Pizza. Oh, lekker. Water voor mij. Jullie hebben pizza. Water, pizza. We gaan gewoon random hier op de hal zitten. Ik vind het wel gezellig eigenlijk. Oké, we hebben een filmpje uitgekozen. Besloten om even lekker hier te gaan zitten. Pizza en een filmpje. En Mias, die is flink bezig hoor. Hij heeft al zijn pizza bijna op. Is die lekker? Ja. Ja. Debra, geen pizza? Nee dus, toch niet? Niet zo'n pizza. Lekker. Ila, hoe is jouw pizza? Lekker. Ben je blij en gelukkig? Ja. Toppie. En Esra, hoe is jouw pizzatje? Heerlijk. Esra, die wou heel gezellig met z'n allen een kerstfilmpje. En welke film willen jullie kijken, jongens? Harry Potter. Dus we gaan overswitchen naar een filmpje die de jongens willen. Sorry, Esra. Want toen we in quarantaine zaten, hebben we zes delen gekeken.
We hebben nog één deel en dat is deel 7 en dan... Harry ja. Potter? Ja. Zelfs Mia's vindt het leuk. Ja, echt. Hij zei zelfs... Maar Mia's vindt alles leuk. Wat zei je? Hij heeft het weggooid omdat hij zei... Harry Potter. Ja. En Mimi die zegt... Nog meer pizza. A few moments later. Ik doe het even op pauze, want... Er is hier iets, jongens en meiden. Er is iets gaande wat ik niet had verwacht. Er is één one man down. Tot de volgende keer. Eli. Wat gaan jullie doen? Mijn bed. Had je het verwacht? Het is 7:30. Normaal gesproken... Hij gaat eerder naar bed dan normaal. Nee. Ja, je mag naar bed als je wil. Hij wil heel graag met mijn boekje lezen. En dan ga ik even met jou lezen. Kom maar. Oh. Oké, Ila heeft zijn pyjama aan, zijn tanden net gepoetst. Maar kijk wat er is gebeurd, jongens. Dit geloven jullie niet. Zo, Mias! Hey! Hij gaat toch ook naar bed toe? Hij was zijn broer achterna. Hij ging gewoon de deur open en hij wou ook naar boven. Het is niet twee normaal. Van de drie. Normaal gesproken was hij naar bed toe en nu. Klap in je handjes. Blij. Op je boze bolletjes allebei. Handjes in de hoogte, handjes in je zij. Zo, waren de scheepjes voorbij. Zo. Hey. Mias, zullen we even laten zien hoe jij naar bed gaat? Ja? Kom. Jullie hebben het laatst al in de video gezien, maar Mias die slaapt dus nog bij ons op de kamer. Gezellig. En wordt nog in de nacht vaak wachter. Gezellig. Wordt vaak nog heel vroeg 's ochtends wakker. Gezellig. En je wil niet naar bed, hè? Oké, maar we gaan nu wel gewoon. Het is ook al wel bedtijd. Hier is zijn bedje dus. Naast ons. Hier slapen wij. Ons lekker wakker te maken elke ochtend. Gaan we Mias erin leggen? Ja. Kom hier. Gaan Mias lekker slapen? Oh, nu heeft hij er dus geen zin meer in. Maar hij wil natuurlijk nu ook dat Oké. Het is ook wel tijd om te slapen. Nou, ik ga snel naar Eli toe. Ik zal je even laten zien waar Eli slaapt. Want Eli slaapt niet hier in zijn eigen kamer. Eli, waar slaap jij altijd? Ik ga deel van de kamer. Zullen we het even laten zien? Oh, je gaat even een boekje uitkiezen. Ja. Heb je een boekje? Ja. Oké, Eli kiest even een boekje. Waar heb ik papa een boekje? Dit boek. Oké, we hebben een boekje uitgekozen, Eli. Je vergeet iets. Ja. Licht je uit in deze kamer, want in deze kamer wordt dus niet geslapen door Eli. We gaan naar de kamer hiernaast. Licht moet trouwens altijd aan blijven voor de jongens, dus die zetten we hier aan. Eli gaat lekker in deze kamer slapen. Lekker onder de frietjes, hè? Aan deze kant slaapt Eli en straks gaat Della hier slapen. Maar eerst gaan wij nog even samen gezellig een boekje lezen. Hey, kijk eens jongens en meiden. Het is 11:15. En wie zit hier nog steeds Pokémon Go te spelen? We hebben ons filmpje afgekeken en hij heeft een bak snoepen bijgepakt. Vind je het lekker zo? Ja. Ik snap het echt niet, hè. Want echt, Eli die heeft het zo goed gedaan. Geen snoep onderhand aangeraakt, op tijd naar bed gaan. En jij neemt gewoon alles wat je kan pakken. Maar hij heeft ook de magische woord gezegd. Wat zei je nou net? Wat ben jij? Een klein beetje? En dat betekent dat jij... Ja, hij gaat eindelijk naar bed toe. Want het is best wel tijd om naar bed toe te gaan. Ik hoop jongens en meiden dat jullie hiervan genoten hebben. Want jij hebt het meeste genoten vandaag, denk ik wel. Ja, dan zou ik zeggen, gooi je duimpje omhoog. Abonneer en tot de... Volgende keer! Doei! Gaan we snoepen. Dan de poetsen. Kom, naar boven. Kom.